Marine Le Boucher van de Stichting Zuiderzee Zwerf, hier op deze woensdagochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben ook weer twee uh, dieren die jullie graag onder de aandacht willen brengen. Want zeggen jullie, die willen wel graag naar een, uh, een nieuw huis. Ja, dat klopt. Dat zijn uh, uh, Eagle en Eva. Eagle? En eagle is geen vogel, maar. Een nee, Eagle kat. is een uh, poesje. Ah, Um, en uh, nou, Eagle is als uh, moedertje gevangen, of als hoogzwanger is ze gevangen en ze is uh, bevallen bij een gastgezin. Uh, daar heeft ze vier prachtige kittens uh, ter wereld gebracht en daarna is ze naar ons hostel gekomen. Ja. Uh, en het verhaal van Eva is uh, iets anders. Die is gevangen op de Veluwe en heeft toen uh, heel lang in een asiel gezeten. Maar goed, daar kwamen ze er niet uh, verder mee. Dus uh, wij hebben haar overgenomen. En eigenlijk zijn dit twee katjes die typische bewoners zijn van ons hostel. Want de Stichting Zuiderzee Zwerfdieren is natuurlijk, uh, legt zich toe op de opvang van echt zwerfkatten. Mm -hmm. uh, dat betekent dat we ja, best een lastige categorie katten hebben. Ook om een huisje voor te vinden. Uh, we, we doen dat dan ook heel zorgvuldig. We zoeken zorgvuldig mensen uh, die daarvoor willen gaan. Ja, logisch uh, ook hè. Ja, Want ze is, hebben al genoeg meegemaakt. dus... Ja, precies. Ook Vaak een stabiele zijn ze omgeving getraumatiseerd. Ja. Um, gelukkig hebben we nog steeds adoptanten die daar uh, echt wel voor willen gaan. Voor een schuwkatje. Mm -hmm. um, we hebben ook een team van mensen wat elke middag komt om de katjes te socialiseren. Dus we doen er echt heel veel aan om ze al ja, toch vertrouwen te geven in de mens. Hoe doe je dat een beetje, dat socialiseren? Nou, met uh, spel, met een klein beetje uh, voer of snoepjes. Uh, maar vooral eigenlijk met spel. En ook steeds... We hebben bijvoorbeeld een vrijwilligster die, die daar echt heel goed in is. En zij doet haar hand dan bijvoorbeeld bij een kat. En als die uithaalt, dan trekt zij dus niet terug. Dat loont ja, niet dus niet, om uit te halen. Dat is de ja, bedoeling ervan. Ja, en ook... Ja, dus ze uh, heeft niet die schrikreactie. Dus het katje ja. krijgt steeds meer vertrouwen, eigenlijk. Van oh, die hand die doet niks. Nee. Die is gewoon neutraal. Die... Maar goed, of zelfs uh, positief. Want als er een beetje lekker eten op die hand zit, dan, uh, ja. dan is dat een positieve prikkel natuurlijk. Oké, okay, dat is goed. Dus nou, is dat is misschien dat... ook een goede tip voor mensen die thuis ja, ook zoiets zeker. hebben. Hè? Maar goed, De mensen kant. moeten het beseffen: um, het kan soms heel lang duren voordat katjes. Uh, ja, die knoppen omzetten. Ja. We hebben wel gemerkt dat het eigenlijk uh, beter is voor dit soort schuwe katten om samen met een tamme kat geplaatst te worden. Dus um, we kunnen leuke combinaties maken met de kittens bijvoorbeeld. Want er ja. zijn uh, kittens die natuurlijk in een gastgezin zijn geboren en die uh, tam zijn. Mm -hmm. Of als mensen zelf een tamme kat hebben en ze zeggen van nou, ons huis. Uh, uh, staat open voor ook nog een schuwe katje erbij. Ja. Dan kan dat ook een hele mooie combinatie zijn. Werkt het dan ook vaak dat die tamme kat zeg maar, aan die schuwe kat aangeeft? Van, Joh, het is hier oké. Okay. doe maar uh, rustig. Exact, exact. Ze trekken er aan op. Ja, dat klopt. Ze, ze trekken zich er echt aan op. Dus dat zie je echt. Uh, dat, ja, Ze zoeken steun bij. Okay. Bij die moedige kat, maar. ik maar zeggen. Nou. Dus, um, yeah. Eagle en Eva hebben vandaag... Kun je Eagle een beetje beschrijven? Dat is de moederkat. Uh, ja, Eagle is ook nog, is nog wel een jong katje. is twee jaar. Uh, ze is heel speels. En uh, wat ik dus zei, naar mensen toe schuw. Maar naar katten is ze heel sociaal. Um... Wat voor soort kat is het? Gewoon een zwerfkat, denk ik, hè? Ja, het is een zwerfkat, een Europese korthaar noemen we dat. Ja. Maar... Grotendeels wit met uh, zwarte ja, vlekken met op de rug. Ja, zwarte vlekjes. En ja. uh, ze is uh, heel, vrij klein, of het is echt een klein poesje. Ze is, uh, ziet er heel schattig uit. En uh, ze heeft volgens mij ook een zachtaardig karakter. Dus, uh, maar dat moet nog even gevonden worden. Uh, ja, ja. Nou, ze is niet, uh, niet agressief. Of uh, ze, is, ze zal eerder vluchten dan, uh, dan dat ze uithaalt, denk ik. En ook geen nestjes meer, neem ik aan. Nee, de katten worden natuurlijk bij ons wel gesteriliseerd ja, ja. en uh, helemaal medisch nagekeken. Oké, okay, dus dat is goed. En ja, Eva, kunnen we die Eva, nog beschrijven? Oh, dat is een mooie, nou, bijna, bijna dus een zwarte panter, Ook een heel lief katje. Uh, helemaal zwart, gitzwart, met wat witte plukjes op de borst. En ze is uh, uh, ja, ook dus bang naar mensen toe, maar ook heel sociaal naar andere katten. Uh, en ze heeft, uh, ja, ik denk, een heel zachtaardig karakter. Het is, uh, ze, vindt het, ze staat wel vooraan als het uh, nat voor uitgedeeld wordt, dus ze zoekt wel contact. Uh, dus zo, ze is niet zo bang dat ze helemaal niet uh, of helemaal onzichtbaar is. Nee nee. nee dus het is. Uh, ik denk dat. Ja, ik heb wel goede hoop dat het uh, met haar ook goed gaat komen. Oké. Okay. Um, en dus, het liefst ja. ook bij een, een tamme kat thuis. Ja, dat, dat is wel het beste met die schuwe katten hebben we inmiddels gemerkt. Dus ja. dat uh, dat is wel. Uh... Nou, moet toch wel een, een match te vinden zijn. Ja, nou wat ik zeg, gelukkig hebben we nog steeds adoptanten die er echt voor willen gaan. En uh, daar zijn we ontzettend blij mee. Nou, hartstikke mooi. Um, contact opnemen met jullie ja, dan uh, eventjes net, uh, en dan een formulier ja, invullen. Uh, ja, een vragenlijst op uh, Zuiderzee, of uh, ja, Stichting Zuiderzee Zwerfdieren. En de uh, site is uh, zuiderzeezwerfdieren.nl. Ja, daar kun, je, daar ook kun je een vragenlijst vinden. En, en als er een match is, dan word je gebeld. Nou, je wordt sowieso, nemen wij contact op zo snel mogelijk, uh, per mail of telefonisch. En als het inderdaad, uh, als we denken dat het een goede match zou kunnen zijn, dan maken we een afspraak. Nou, helemaal en, goed. Ja. Ga snel naar de site Zuiderzee Zwerfdieren.nl. Daar staan Eagle en Eva staan daarop. Ook bij ons op de gemixpagina natuurlijk ook. Omhoefleveland.nl slash gemist. Marine ja. Le Boucher, dankjewel en tot de volgende ja, keer. Jullie, bedankt.